Welkom bij de instructievideo van de Rechting Bedrijf Game. De Rechting Bedrijf Game die laat je kennis maken met de praktijk van de juridische dienstverlening. En tevens is het doel dat het je meer gevoel en inzicht geeft voor ondernemen en de belangen en activiteiten van het management. De game is een onderdeel van het geheel. Je zult ook opdrachten maken, managementopdrachten voor je bedrijf. Eventueel ook aan juridische casussen werken. En deze tellen ook mee in de score voor de game. Kijken we eerst nog even naar de buttons die hierboven staan. Ranglijst. Hierin kun je straks na de verwerking van de ronde de ranglijst bekijken. Nou, die is op dit moment nog niet beschikbaar. De ronde is nog niet verwerkt. Bij teamgegevens kun je teamgegevens wijzigen. In de mailbox vind je berichten van de spelleiding of van je docent met bijvoorbeeld opdrachten. Maar je kunt ook zelf berichten sturen naar je docent of naar een concurrerend bedrijf in de game. En vervolgens kan je ook eventueel een bestand daaraan toevoegen, onderwerp invullen en een berichtje. Pagina's kun je uitprinten en natuurlijk kun je ook uitloggen. We gaan terug naar het hoofdscherm en gaan dan kijken naar financiën. We zien hier een grafiek staan van de balans en als we daarop klikken, dan krijgen we de balans te zien, de startsituatie van ons bedrijf en verder ook de pro forma winst- en verliezenrekening. Goed, we sluiten deze tabel af en dan gaan we nu terug naar het hoofdscherm. Nou, voor het nemen van de beslissingen van de eerste ronde ga je met een rondeteller rechtsboven naar ronde 1. En dan kom je in de beslissingsfase van ronde 1 terecht. Je ziet dat er drie verschillende gebieden zijn waarop je beslissingen kunt nemen. We beginnen bij deze laatste. En hier zie je dat we inmiddels een aantal specialismen hebben ingevuld. Dat zijn in dit geval aanbestedingsrecht en arbeidsrecht. Nou, deze twee kun je ook weer deselecteren of andere keuzes maken. En verder hebben we ook een marktonderzoek gekocht. Nou, het marktonderzoek, als we dat kopen, dan kunnen we straks inzicht krijgen in de specialismen van onze concurrenten. Nou, met de specialismen is het belangrijk om je te specialiseren in een gebied waar niet zo heel veel concurrentie is. Des te minder concurrentie binnen een specialisme, des te een hoger uurprijs je kunt vragen. En waarmee je dus je omzet verhoogt voor je bedrijf. Er zijn straks in het spel generalistische en specialistische opdrachten waarop je kunt bieden. Nou, de uurprijs die je kunt vragen voor een generalistische opdracht ligt lager dan die voor een specialistische opdracht. En als je wilt een offerte wil uitbrengen voor een specialistische opdracht, zal je die specialisme ook in huis moeten hebben. Nou, laten we eens kiezen voor twee specialismen, arbeidsrecht bijvoorbeeld en belastingrecht in dit geval. Gekozen specialisme kan je later niet meer veranderen. Als je eenmaal iemand hebt die gespecialiseerd is ergens in, dan raakt hij dat natuurlijk niet zomaar kwijt. Goed, we gaan dit opslaan. Dat doen we als volgt. Je krijgt netjes een bericht dat je beslissingen zijn opgeslagen. En dan gaan we terug naar het hoofdscherm. Dan gaan we nu kijken naar de opdrachten waar we op kunnen bieden. Je kunt een bod uitbrengen op generalistische opdrachten en specialistische opdrachten. Zoals gezegd, de generalistische opdrachten, daar past een lagere uurprijs bij dan de specialistische opdrachten. Dus het is interessant om specialistische opdrachten binnen te halen. Maar goed, je kan alleen maar opdrachten binnenhalen waarin je ook daadwerkelijk gespecialiseerd hebt. Of je een opdracht daadwerkelijk gegund wordt, dat hangt niet alleen af van de uurprijs die je biedt, maar dat hangt ook af van de kwaliteitsscore die je bedrijf heeft en van de bekendheid van je bedrijf. Ik kan me voorstellen, een bedrijf wat bekend staat op zijn goede kwaliteit en wat ook erg bekend is in de markt, die kan best een opdracht krijgen met een wat hogere uurprijs dan een concurrent. Je kwaliteitsscore die wordt bepaald door de cijfers die je krijgt voor de opdrachten die je maakt buiten de game. En de bekendheid, daaraan kan je werken door straks bij marketing de juiste marketinginspanning te doen. Goed, we gaan een bieding uitbrengen op deze generalistische opdracht. Goed is om te weten, je hebt een bepaalde hoeveelheid uren tot je beschikking met de mensen binnen je bedrijf. Een deel van die uren die wordt besteed aan vaste opdrachten. Dat is vaste omzet die van je vaste klanten komt. En daar staat een uurprijs tegenover. In de standaard situatie is dat 100 euro. Nou, mocht je nu een
bekende bedrijf zijn en hoog kwaliteitsscore hebt, dan gaat die automatisch die uurprijs omhoog en maak je dus meer omzet voor die vaste uuromzet die er elke ronde gemaakt wordt. Wat je dan nog overhoudt aan uren, daarvoor kan je dan opdrachten doen voor klanten. We gaan dus een bod uitbrengen op deze generalistische opdracht. En in dit geval nemen we een bedrag bijvoorbeeld van, offereren we 95 euro. Nou, mochten wij nu de laagste zijn en met onze kwaliteit en bekendheid zo zitten dat, dat we deze opdracht gunt krijgen, dan krijgen we 170 uur keer die 95 euro omzet binnen. We hebben inmiddels ook wat andere opdrachten hebben we ons voor ingeschreven. En als ik nu naar beneden scrollen, dan komen ze vanzelf tegen. Weer een generalistische opdracht. Hier een opdracht voor het arbeidsrecht. En daar hebben we een wat hogere uurprijs ingevuld, et cetera. We slaan deze beslissingen op. En dan gaan we terug. En dan gaan we onze marketingbeslissingen bekijken. We hebben inmiddels al wat beslissingen ingevuld. Nou, het is natuurlijk belangrijk bij marketing dat je je acties aanpast, je marketingactie aanpast aan het soort bedrijf dat je wil zijn en de kwaliteit die je wilt leveren. Je kunt je voorstellen als je je specialiseert in bijvoorbeeld huurrecht en vreemdelingenrecht, dat het niet heel veel zin heeft om een golftoernooi te sponsoren. Goed, nu we dit hebben opgeslagen, gaan we terug naar het hoofdscherm. We hebben nu alle beslissingen voor de verschillende gebieden genomen en we kunnen nu uitloggen en dan wachten we tot de ronde verwerkt is door de docent. Nou, uiteindelijk is het dus niet alleen je uurprijs op de opdrachten die je geboden hebt, maar ook de kwaliteitsscore van je bedrijf en de bekendheid van je bedrijf wat bepaalt of je een opdracht gegund wordt of niet.